Jeanne Bakker. Jan-Peter. gecondoleerd. Ah, oh, ja. Ja, want er, is, uh, er heeft een overlijden plaatsgevonden. Ja, er is een term die is gewoon dood. We gaan uh, de term ter graven dragen. Ja, het is, het is klaar. Ik ben ja. een grafsteen en ik wil een heel diep gat. En ik wil dat iedereen ons helpt om Juist. het te doen, want het kan niet meer. Nee. Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery podcast. Lieve luisteraars, van harte welkom. Het leuk dat je weer luistert. We zitten zeker niet in een grafstemming. Nee. En toch gaan we het wel over een overlijden hebben. We gaan het <laughs> hebben over een overlijden van een term die nog heel veel gebruikt wordt. Ja. Um, we willen je ervoor waarschuwen, we willen je uiteraard laten weten waarom we die term ter graven dragen. Ja. Uh, ja, strijd mee, want de term past inmiddels wel echt bij boring learning. Ja, en Daar het... zijn wij niet zo van. Nee. Van een boring learning. Nee, het kan niet meer. Hersenen gaan daar niet meer van aan. Nee. Nee, nee, dus we gaan je ervoor waarschuwen, we gaan je erover informeren. Uh, er is een alternatief, dat alternatief is eigenlijk nog slechter, dus ja. daar gaan we je ook voor waarschuwen. Ja. Uh, en uiteraard komen we met een oplossing. Ja. ja. Het gaat, lieve mensen, namelijk over Fuca. Fuca is een term. Um, ja, we gaan denk ik wel voor mensen die dan niet weten wat het is, ja. die moeten ook mee kunnen strijden. Dus we leggen heel kort even wat het ja. uit wat het is, en dan duiken we in de geschiedenis. Ja, dus, hè? dus we gaan inderdaad. Nou, precies wat je zegt, hem heel kort uitleggen, ja. niet te lang. Nee. Want we Hou gaan ter tegen. Dragen. Hou me tegen. Ja. Um, we gaan vooral ook kijken waar komt hij dan vandaan. En dat ja. helpt ook bij snappen waarom je niet hem meer ter kan ja. um, Er is dus een alternatief. Dat benoemen we. Moet ja. je ook weer vergeten, ja. dat is nog slechter. Ja. Ja. In elk geval in onze ogen. Ja. Ja. En uh, we zorgen ervoor dat je uh, als, hier, als je iemand anders hierover hoort praten, dat je goed kunt uitleggen waarom kan het niet meer, dat je ook snapt hoe je dat kunt beargumenteren ja. en gewoon lekker voor je ego dat je ook snapt als jij FUKA gebruikt dan loop je achter. Ja. 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 Dus FUCA, FUKA, Fuka. Ja, FUKA staat is een acroniem, dus het staat voor volatile, uncertain, complex and ambiguous. Met andere woorden, het is licht ontvlambaar. Uh, het is uh, uncertain. We hebben veel onzekerheid, hoge mate van onzekerheid. Uh, we hebben, het is complex, het is niet zo simpel. Het is niet één en één is twee. Het is een, het is een ingewikkelde ja. uh, fase van, van leven waar we in leven. Want hij wordt, dat moet ik er ook bij zeggen, hij wordt gebruikt van, we leven nu in de tijden van VUCA. Ja. We leven Fuka in een VUCA-wereld. Wereld. Ja. ja, dat is wat er gezegd wordt. Uh, en de A is ambiguous. Het is niet goed te duiden waar het nu over gaat. En de term wordt heel veel gebruikt... Uh, om in training of in uh, leeractiviteiten of in organisaties... om tegen mensen te zeggen, omdat de wereld zo FUCA is... zo ongrijpbaar, zo complex en ingewikkeld... moeten wij de hele dag veranderen. Ja. En op zich klopt die boodschap. Alleen is het wel heel, even heel handig om te weten... hoe lang we al in een FUCA wereld leven. Ja. Ja. Want um, als je gaat kijken, dan komt de term VUCA... namelijk uit de zestiger jaren. En hij komt uit het leger... Um, wat was er namelijk aan de hand? Mm -hmm. Tot de 60 jaren en in de Tweede Wereldoorlog um, was het zo, als ik boos was op jou, dan ging ik natuurlijk van achter mijn kantoor allemaal jonge mannen vinden die dan voor mij gingen vechten. Die gingen dan jouw jonge mannen doodschieten. En punt. Ja. Het was vrij direct. Je zag aan het uniform wie wie was. Je wist ook over welk grondgebied het ging. En in de Tweede Wereldoorlog, einde de Tweede Wereldoorlog, kwam natuurlijk voor het eerst een bom die mensen die niets met een conflict. Te maken, dachten te hebben, konden doden op afstand, zonder dat je ooit een vijand had gezien. Dus in het leger dachten ze: wow, het recht toerecht aan vechten, wij hebben zoveel tanks, jullie hebben zoveel dingen, onze bommen vliegen 100 meter, die van jullie 200 meter. De recht toerecht aanheid van het vechten ja. was niet meer. Het strijdtoneel veranderde. Precies. Ja. Ja. Hé, je zag ook dat het heel erg aan populariteit won toen de blauwhelmen gingen ontstaan. Dus dan liep je als blauwhelm. In uh, Afghanistan om te zorgen dat, je, dat, kinder, dat meisjes misschien ook naar school mochten. En dan kwam er een meisje op je af. En jij liep naast je panzervoertuig. En ja, hij had zij een bomgordel om? Ja. Of was zij juist de reden dat je daar was en wilde je haar een chocolaatje geven? Ja. Uh, wat je zeker wist is dat als je de verkeerde keuze maakte, dat je de volgende dag voor op Twitter stond. Nou, twee uur later. Omdat alles maar gefilmd wordt. Dus om die complexe wereld te duiden... van oh my god, uh, mevrouw Ullengren... loopt met een papier onder haar arm... helemaal ongerust over haar gezondheid... naar buiten. Iemand maakt er een foto van. Binnen een uur staat... iedereen op ja. stelte. Omdat het, dat is de omschrijving. Dat is waar we VUCA voor gebruiken. Het, is, het gaat veel sneller dan heel lang geleden. Alleen... dat was natuurlijk heel relevant in de jaren zestig... En toen we steeds meer gingen doen na de Koude uh, Oorlog. En, het, het, het maakte een aantal keren een revival mee. Uh -huh. Maar dat die nu nog steeds populair is, dat slaat natuurlijk nergens op. We leven al zo lang in die wereld. Ja. Dat gaat ook niet meer anders worden. Nee. Sterker nog, voor alle luisteraars. Als jij onder de 60 bent, heb jij de je hele leven in de VUCA-wereld geleefd. Ik wilde al zeggen, ik ken, ik ken het anders. <laughs> nee, nee, precies. <laughs> nee. Dus, dus het nu aankomen met wow, ja. serieuze toon, wow. wij leven in een FUKA-wereld... is niet meer relevant. Dat weten we. Ja. Dat weet iedereen. Ja. Dus, dus wat je beter kunt doen op het moment dat je mensen wilt aanzetten... om veranderen is wel belangrijk, laten we meegaan met de tijd... is wat veranderingen benoemen. Of zeggen van... Wat gebeurde er eigenlijk uh, toen uh, mevrouw Jenner een tweet deed over: gebruiken jullie Snapchat nog? Ja. Nou, toen stortte de markt van Snapchat met 2 miljard in elkaar. Dus één tweet kan heel veel, heel veel verschil maken binnen een paar minuten. Dus dat soort dingen kun je beter zeggen dan: wij leven in een Fuca-wereld en daar dan ook nog heel serieus bij uit je ogen kan. Fuca, ik zal F jullie uitleggen wat Fuca is. Fuka. Ja. 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 Mijn, mijn professor op Harvard, die was echt zo anti, die zei echt. Uh, Fuca is levensgevaarlijk. Uh, Fuca oh. is een heel intelligent acroniem. Maar Fuca schaadt ook heel veel organisaties. En toen, toen ik die hoorde, toen dacht uh -huh. ik wel, mm, ik moet echt gaan, we moeten echt gaan strijden tegen ja. Fuca. Ja, ja, want dat is natuurlijk ook waarom we deze podcast ja. maken. Want als het alleen maar een term is die een beetje achterhaald is, ja, ja. zwaar. Ja. Dat is wel boring, ja. maar niet schadelijk. Maar dan gaat dus echt hierdoor dingen. Mensen ja. gaan zich op de verkeerde dingen. Richten, richten ja, zo ja, ja. Wat, je, wat je ziet is dat dat, dat waar je vroeger um, als organisatie, zo legt hij het uit, steeds groter werd en dan moest je niet alleen in de schoenen gaan, bijvoorbeeld Nike, maar dan moest je ook uh, leuke tas erbij ja. en een zweetband en na uh, ja, nou, uh, en alles nou, ja. terwijl je bent bekend geworden om die goede renschoen, dat ja. was je kern van je bedrijf. En dan um, komen we in de Fuka wereld, fuka, 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 fuka. <tie> <tie> nou, dan komen er gelijk allemaal agile mensen op je af. <laughs> <tie> ja. En die gaan heel agile allerlei projecten doen. En die gaan dus omdat er zo'n <tie> zo zo druk, zo'n ongerustheid uitgaat van FUKA, gaan die heel veel verschillende dingen ondernemen. En al die kleine dingetjes leveren op zich allemaal wel iets op. Maar je verwijdert je heel erg van. Wat was nou de reden van ons bestaan? Ja. Waar wil ik nou onbekend ja. zijn? En je ziet dat er de laatste 30 jaar steeds meer bedrijven, die best wel groot zijn, kapot gaan. Eigenlijk aan dat ze in zoveel dingen goed proberen te zijn. In plaats van dit ene ding, daar zijn wij echt de beste in. Dus de, het pleidooi, wat in de innovatie-executive van Harvard was, was juist: wees je nou verschrikkelijk goed bewust van. Waar jij goed in bent, waar jij echt van bent en hoe je dat verhaal telkens opnieuw kunt vertellen aan je klant. Hoe je ja, daarin ja, ja. beter kunt worden. Ja. Hoe, je, hoe je datgene wat ze al lekker aan je vinden nog beter kunt doen. Uh, dus bijvoorbeeld, we hebben ook Lego bestudeerd. Lego is een paar keer langs de rand van de afgrond gescheerd, ja. want die gingen bijna kapot. Um, en die uh, op een gegeven moment, toen het echt bijna helemaal misging, toen hadden ze films. Ze hadden echt. Ze zaten echt speelgoed, knuffels, alles was Lego. Uh, en toen is er iemand binnengekomen en die is ook weer teruggegaan naar de kern. Ho, ho, ho. Ja, de wereld is FUCA. Maar misschien betekent dat juist dat we ons op onze kern ja. moeten richten. En die moeten ja. versterken. En niet. Dat. Alle, kant ja, ja. alle kanten op. Ja, alle op moeten vliegen. Dus dat wil niet zeggen voor alle Agile-coaches die nu woedend op mij zijn. <laughs> dat Agile niet goed is. Maar dat je wel goed moet kiezen. Hoeveel agile projecten wil ik doen en richten die zich op de kern van ons bedrijf? Of zijn we eigenlijk daardoor een heel vaag iets aan het creëren over wie we zijn? Ja. Dus het is juist omdat er zo ontzettend veel verandert al jarenlang in de wereld en in de wereld van business, is het advies dus eigenlijk, zorg ervoor dat je in ieder geval een soort stabiele kern hebt, ja. waar je trouw aan blijft, waar je duidelijk in bent. Waarvan je, je wilt, ja. wanneer wil ik nou dat zo'n klant aan mij denkt? Ja. Wa 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 wat voor gevoel moet hij hebben? Dan wil ik dat hij aan me denkt. Als je dat niet goed helder maakt. en niet goed daar je projecten en je innovaties op richt. dan word je waarschijnlijk heel erg groot. En dan word je onder, in onder invloed van. de hoeveelheid het omzet die je hebt. zeggen de aandeelhouders. Nou, volgend jaar graag weer een uh, dergelijke groei. En dan moet je nog weer meer gaan doen. En misschien zit er ook wel kracht in. heel goed één ding kunnen doen. Ja, en dat. Um, kan dus helpen omdat als je heel goed weet waar willen wij een bekend om ja. staan en, en alles om je heen verandert dan kun je altijd soort weer soort he, herijken moet ik ja. het zo zien en je weet dat Welke iedereen weet maken we ja, zo. Is, iedereen ja. weet ook waar zijn we van ja. dus dus kunnen we ook heel makkelijk denken is dit zijprojectje projectje nu belangrijk nee want waar zijn wij van ja dus dus nou goed, maar dat is een effect vaak wat ontstaat als een hele organisatie enorm gaat roepen: Fuka, Fuka, Fuka. Ik vond het trouwens ook nog heel leuk dat ik. Op een gegeven moment moest ik heel lang wachten om, een, uh, om mijn vervolgen op Harvard te kunnen doen. Toen dacht ik, ja, het Engels van Londen is natuurlijk ook veel mooier. Ik ga naar de London Business School, ga ik daar wel kijken? Dus ik googelde en, en die opleiding kwam er aan. En toen. Um, um, Opende ik het filmpje wat erbij hoorde. En toen kreeg ik een hele ja, serieus kijkende Engelse meneer. Die keek echt in de camera en die zei... We live in a VUCA world. Oeh. Uitgezet, weg, nee, ja. klaar. Nee, dat, nee, daar kun je dus niet meer mee aankomen. Nee. Dat, dat, dat is bekend, dat weten we. En we moeten nadenken over... Wat doen we in die wereld? En ja. dan is teruggaan naar de kern. En daar slim op zijn. En veel slimmere dan VUCA gebruiken om maar wild... West Cowboy ja, te spelen om maar alle kanten op te ja. gaan. Ja. ja. Nou, toen is er dus iets uitgevonden ja. als alternatief. Ja. Dat is dus veel erger nog. Nou ja, ik, ik snap het eigenlijk niet. Wat 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 deze goede man dacht die dat bedacht? Uh, die heeft namelijk Bani bedacht. Die dacht: nou, ik doe gewoon. Er waren vier letters. Ja. Ik doe ook veel. Ja. Tenminste, sorry, ik doe hem waarschijnlijk nu te kort, want wij hebben waarschijnlijk wel echt nagedacht, maar het is echt wel niet ja. goed. B-A-N-I. Ja. ja. En die zegt, nou, volle taal moet je nu vervangen door brittle. Brittle. Mooi. Ja, brittle ja. is broos. Ja. Het is allemaal broos. Okay. Dus het is niet licht ontvlammaar, maar heel broos. Ja. Mhm. Mm um, uncertain. Nee, we hebben, it's anxious. Het is echt anxious. Het is niet uncertain. Het is spannend. Het is, nou, we, zijn, nou, we zijn met z'n allen anxious, anxious. Ja. ja. Het is niet uh, complex, maar non-lineair. Ja, dat is ongeveer hetzelfde. Ja, het is natuurlijk ja. niet hetzelfde, maar Jesus Christ, ja, maar het, wat, wat het, een het verschil. Het hele leven is non-lineair. Precies, ja. er gebeurt voortdurend van alles. Zelfs leren is non-lineair. Ja. Maar we denken er lineair over. En dan ambiguous, eh, moet dan incomprehensible. We kunnen het gewoon allemaal niet meer begrijpen. Nee. En dan moet je daar ook antwoord op geven. Op brittle moet je dan resilience gaan ontwikkelen. Ja. Op het feit dat de, de wereld anxious is, moeten we mindfulness gaan doen. Op het feit dat de wereld non-lineair is, moeten we ons gaan aanpassen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk wel echt, ja, Verrassend. goud. Ja. Verrassend. Ja. Wow, de wereld is non-lineair. Ja. Oh, we moeten ons aanpassen aan de veranderende tijden. Oh ja. my god, wat een inzicht. Bedankt. Ja. Ja. <laughs> Mensen die, die zetten nu gewoon die podcast uit en zeggen, ik heb een inzicht. Ik, ik ga, wist ik, niet ik, dat wow. ik moest aanpassen. Nou. Ja. En dan omdat het incomprehensible allemaal is, moeten we meer transparent gaan zijn. Ja, volgens mij moeten we ons hele leven al meer transparant gaan zijn. Dus ik zou Bani niet als vervanger kiezen. Ik zou accepteren dat de wereld zo is. Ja. En al meer dan 60 jaar. En daarin hebben we het te doen. En misschien als je dus nog een keer een, een groep traint van boven de 60. Dat je denkt, nou die snappen echt nog, die snappen al 60 jaar niet nee. waar ze in terecht gekomen zijn. Of die zeggen echt nog: nou ja, het hoeft voor mij allemaal niet zo. Nog drie kerstbomen en dan ben ik er wel. Dan, uh, dan kun je zeggen: ho, 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 ho. Jullie hebben het nog niet door. Maar wij leven al 60 jaar in de FUCA-wereld. Ja. Maar anders kom er niet meer mee aan. Nee. En al helemaal niet met Bani. Bani? Nee. nee. Ik denk ook niet dat veel mensen dat kennen. Ik heb niet idee de Bani een groot... Nee, Bani tof, is nog niet nee, Maar Bani is groot. aan het opkomen. Dus, dus, ah. dus er, er kwam een soort beweging die ging roepen: Nou, even stoppen met FUCA. Uh, die werd nog niet heel erg groot. En toen dacht een ander: Nee, maar inderdaad, FUCA is niet goed. Ik heb iets beters. Oké. Okay. ja. Dus we zitten nu eigenlijk Bani niet in de podcast te noemen, maar dat moet eigenlijk niet. Nee. vergeet het. Nee. Ja. Ja. Dus, <laughs> ja. dus mocht iemand tegen je zeggen, maar de wereld is Fuca, dan zeg je ja, dat snap ik, dat is hier al 60 jaar. Wat wil je me eigenlijk vertellen? Ja. En dan liefdevol en met een hartje. Ja. <laughs> ja. En um, uh, als LND-ers, ik denk dat Fuca inderdaad nog best wel veel in leertrajecten ja. en in LND-gesprekken gebruikt wordt. Ja. En dus voor de duidelijkheid, de term zich. Die, die klopt wel. Alleen, het is zo achterhaald van de wereld is al zo lang Fuka, En hij leidt er dus heel vaak toe dat mensen vanuit die Fuka gedachten heel veel gaan ondernemen. Ja. 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 Dus ja. Dat, het, dat, het, dat het bijna ongecontroleerd wordt wat we gaan doen. Dat we, omdat we alle, alles maar willen gaan doen. Uh, als antwoord op die Fuka wereld Terwijl, misschien is de verstilling en waar zijn we echt van? En wat is er echt belangrijk voor ons? De, de roep die je nu nog steeds hoort over. Hè, wat is nou onze purpose? Pur ja. Purpose economy. Die is veel belangrijker. En, die, en FUCA roept vaak het andere op in organisaties als je heel erg gaat FUCA -en. Maar ik je bevindt je wel in goed gezelschap. Net met de London Business School. Als jij nog wel gelooft in FUCA. Dus ja, dat is wel een je kunt troost. dat filmpje laten zien en zeggen: Kijk, de London Business School Vind zegt het ook. Dat ook. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Als ik even, even kijken of deze beeldspraak mm -hmm. uh, uh, klopt. Dus de wereld is een woelige oceaan. Dat is die al uh, world has gone crazy. 60 jaar. Ja, ja. En Fuca zegt eigenlijk, je, zit, je drijft daar met je bootje op die woelige oceaan. Zorg nou dat je een soort meerdere bootjes hebt om, om te overleven op die woelige ja. oceaan. En eigenlijk zeggen wij nu, zorg nou dat je een rots in de branding hebt. Dat je weet waarvoor doe ik het doe. Ja. Hoe wil ik bekend staan? Um, want dat zorgt ervoor dat je altijd weer terug kunt gaan en vanuit daar keuzes kunt maken. Ja. Is, klopt dit een beetje of niet? Ja, ik, ik denk dat dat klopt. Kijk, Fuca is niet de oorzaak ervan dat bedrijven dat doen. Nee. Maar het gevoel van, oh my god, wat overkomt ons? En dat extra aanzetten, zorgt ervoor dat we wat wilder worden in onze acties. En wat meer, dan doen we dat en dan doen we dat ja. en dan doen we dat. Dat kan. Een oor, dat kan veroorzaakt worden door heel erg FUCA denken. Dat kan ook gewoon door, ik ben heel onrustig van wat ja. er allemaal gebeurt. Ineens zitten we in COVID, zitten we allemaal thuis. Dus, dus of het nou FUCA genoemd wordt, of omdat je in de FUCA-wereld leeft waar ja. je onrustig van wordt, kan dat het uh, effect zijn. En wat ik leerde uh, op Harvard is dat het heel erg teruggaat naar waar zijn wij wel van, waar zijn wij niet van. Uh, want dat zijn de organisaties die nu het hardst groeien en het meest succesvol zijn. En uh, waarschijnlijk ook het meest succesvol blijven. Want je kunt ook heel goed groeien met heel veel diverse dingen. Ja. Je kunt natuurlijk heel erg blijven ja. veranderen, ja. innoveren, ah, vernieuwen. Ja. Maar dan weet niemand meer waar je echt van bent. En dan ga je uiteindelijk ga je verliezen. Ja. En dan ga je eigenlijk aan je grote veranderzin uh, Ga je ten onder. Ten onder. Ja. Ja. is dood. Fukush is kapot. Ja. Stoppen. Ja. Dan. Ja, het is, <laughs> dat is het Kapernaam inderdaad. Het, toch ja, ja. het is typisch boring learning. ja, ja En ik open er al mee, daar zijn wij niet zo van. Nee. nee. Zouden we eens iets mee moeten doen met het ja. boring learning? Zo erg. Ja. Lieve luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren. En um, sterkte met dit verlies. Ja. ja. <laughs> no more boring learning. Dit was de Brain Bakery Podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op BrainBakery.com of volg ons op onze socials.